Hey, welkom bij een video van Passion voor Tarot. Dit is een video van de schorpioen in de maand december. Dit is een korte liefdesvideo. Ga eens kijken wat je kan verwachten of wat er gaande is. Kijken of het met jou resoneert. Zo niet, laat me weten. Ik leg ook persoonlijke lezingen. Voor de schorpioen in de maand december. Schorpioen. Oei, oei, oei. In de maand december. Eentje nog. Je verdient liefde. Je bent de minnes waard. Schorpioen. Aantrekkingskracht. Je trekt romantische liefde aan door dit moment ten volle te genieten. Elkaar leren kennen. Als je je diepste zelf met elkaar deelt, wordt jullie band steeds hechter. Ik heb hier het idee dat je het een beetje eng vindt, dat ik te maken heb met een persoon die het een beetje eng vindt om lief te hebben. Maar ook om geliefd te worden. En iemand die het eng vindt om zichzelf, om de diepste van zichzelf, haarzelf te uiten. Weet dat op het moment dat jij iemand treft die jouw gevoel prikkelt en waarvan je iemand eigenlijk heel erg leuk vindt. Als je oprecht met iemand spreekt over je gevoel, dan gaat je relatie de diepte in. Als jij maar oppervlakkig blijft, dan blijft jouw relatie ook oppervlakkig. Durf te genieten van dat wat op je afkomt en voor dat, en van dat wat gaande is. Mag ik 5 kaarten voor de schorpioen en dan zijn we voor de liefde, alsjeblieft. Stel vragen aan de persoon waarmee je te maken hebt, zodat je diegene ook leert kennen. Misschien heb je wel te maken met iemand die ook zichzelf niet durft te uiten. Uit angst voor verlies. Of uit angst voor het feit dat je die persoon dadelijk helemaal niet meer leuk vindt ofzo. Staven 9. Excuse. Je moet je muren gaan laten zakken, schorpioen. Koningin van zwaarden op de kop. Oppassen dat je het niet te koud blijft. Afwijtend. Veroordelend. Hoogpriester, koningin van munten, als je hier de keus hebt tussen twee personen, waar ik het idee heb, kies voor de oprechtste. Ook al is die qua uiterlijk misschien niet jouw. Nee, deze mocht niet. Niet helemaal jouw type. Innerlijk is meer dan het uiterlijk. Tuurlijk wil het oog wat. Maar mensen bloeien ook op als de liefde werkelijk is. Als iemand echt de liefde voelt, bloeit iemand op. Dus iemand kan er nu misschien uitzien. Maar op het moment dat die persoon veel liefde gaat voelen. Zo, zich lekker in de vel voelen. Dat kan jij ook zijn, hè? Misschien heb je nu zoiets van jezelf. Nee. Geen zin om haar te doen. Bij wijze van spreken. Hoe meer je die liefde gaat voelen, hoe leuker jij je haar in de krul wil gaan zetten.
Moet ik nog één kaart voor de schorpioen alsjeblieft. Zwaar de 4. Neem je rust, schorpioen. Dat is het eerste wat hier bij me opkomt. Neem je rust. Laat je eigen niet gek maken door je gedachtes. En zeker niet door iemand die heel verwijtend is. Als je te maken hebt hier met een persoon die heel, als jij bijvoorbeeld die persoon naar die persoon toestapt en die persoon doet meh. Ik heb niet het idee dat die persoon, dat dit daadwerkelijk dan ook de ware ik van de persoon is. Nee. Dat idee heb ik niet. Maar ik geloof wel dat als ik naar deze kaart kijk, dat jij hier niet de hoge priester bent, maar degene is die komt vragen. Je zoekt naar de sleutel om bij die persoon binnen te kunnen komen. Heb ik het idee. Die persoon hier is een hardwerkend persoon waarmee jij te maken hebt. Iemand die snel actie, maar ook de rust kan bewaren. De rust. Ik heb het idee dat deze persoon is heel vruchtbaar, maar deze persoon is gefocust op werk. De persoon hier die jij interessant vindt of waar jouw hartje voor klopt. Deze persoon is meer gefocust op het verdienen van geld dan op liefde momenteel. En misschien, als jij je eigen werkelijk durft open te stellen en zulke vragen durft te stellen dat die persoon zich ook open durft te stellen, ga je begrijpen waarom die persoon zo hard aan het werk is. Goed, wil je hier nou meer over weten, dieper op ingaan, als dit niet jouw lezing is en je wilt toch een eigen, laat me weten. Hieronder in de beschrijving vind je de info. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer. Groetjes, doei!